Wat is de betekenis van momentenevenwicht? Stel, we hebben een staaf. Die is met een scharnier vastgemaakt in dit punt O. En we willen die staaf laten roteren rond O. Wat kunnen we doen? We kunnen bijvoorbeeld hier tegen die staaf duwen. Als we het moment van deze kracht ten opzichte van O gaan neerschrijven, dan vinden we dit. Wat zien we? Hoe groter die kracht, hoe groter dit moment. Dus hoe harder we duwen, hoe groter het moment. Hoe groter die afstand ook, hoe groter dit moment. En ik denk dat iedereen wel weet, als je op een wip zit, hoe verder je aan het uiteinde komt, hoe gemakkelijker je die wip in beweging krijgt. Dus deze vector zegt iets over hoe gemakkelijk je dit systeem in rotatie krijgt. Als je nu niet zo daartegen duwt, maar zo daartegen duwt, dan zie je dat dit niet zal beginnen roteren. Als die kracht volgens die richting staat, dan staan die vectoren niet volgens dezelfde as en wordt dat vectorieel product nul. Dus als die vectoren evenwijdig zijn, gaat het enerzijds niet draaien, wordt het vectorieel product ook niet nul. Als die loodrecht staan, zoals ik hier getekend heb, dan wordt het vectorieel product maximaal. En dat is de beste richting om dit systeem aan het draaien te krijgen. Het betekent dus dat een moment, zoals het hier gedefinieerd is, ideaal is om te beschrijven hoe iets begint te roteren. Wanneer je nu schrijft dat de som van de momenten gelijk is aan nul, zeg je eigenlijk, dit systeem mag niet roteren. Als je wil zeggen, het systeem mag niet transleren, dan gebruikten we daar de andere evenwichtsvergelijking voor, namelijk de som van de krachten is gelijk aan nul. Dus wat krachten zijn voor translatie, zijn momenten voor rotatie.